Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil ambtenaren de mogelijkheid geven om met vervroegd pensioen te gaan. Volgens minister Bronte Sommaharjo is het voorstel de vorige week naar de president gestuurd en het wachten is op de goedkeuring. Het overheidsapparaat is met ruim 50.000 medewerkers veel te groot. Wij hopen dat alles goed loopt, zodat ambtenaren vervroegd uit de dienst kunnen stappen. Vraagstukken. Het beleidsuitvoeringsplan Public Sector Reform is naar de president gestuurd vorige week. En na goedkeuring kunnen wij doorpakken. Het is heel belangrijk. Ik blijf dat herhalen. Een goed draaiende overheid is goed voor de hele bevolking. Dus stap voor stap, beetje bij beetje, goed voorbereid. Dat is het credo van onze ministerie. Dat bewijst dit ook weer. We willen niet zomaar in die stappen. We willen goed voorbereid, gedegen onderzoek voordat wij stappen nemen. Bestaat het ambtenarenapparaat nog steeds uit 50.000 ambtenaren? Nog steeds, ja. Nog steeds. Maar wij hopen dat wanneer wij goedkeuring krijgen van de president, dat wij kunnen beginnen met het vervroegd uittreden van de ambtenaren. Vervroegd pensioen. U weet, ik heb elke vrijdag heb ik een spreekuur bij een verschillende BVB-kantoor. En de vraag ernaar is heel groot. Maar dat kost ook allemaal geld, dat leg ik de mensen uit. Maar ik hoop dat de president daar een goedkeuring geeft. Het staat trouwens ook in het herstelplan, zodat we kunnen beginnen met vervroegd pensioen van de ambtenaren die de dienst willen verlaten. Minister Sommaharjo zegt dat veel ambtenaren wel belangstelling hebben om met vervroegd pensioen te gaan. Dus het wachten is op het staatshoofd om het voorstel goed te keuren. Er is heel veel demotivatie bij de dienst, dat heb ik gemerkt. Omdat er natuurlijk een periode is geweest waar mensen alle door werden aangenomen. En dan krijg je situaties dat jij 25 jaar op het werk bent en je verdient een x-bedrag. En Pietje komt binnenlopen en die verdient dan 3-4 keer zoveel als jou. En dat is natuurlijk demotiverend. Maar ook daar zoeken we een oplossing voor. Ook voor de mensen die net zijn binnengekomen proberen we een juiste plaats te vinden. Het ministerie heeft al 1000 mensen herplaatst bij sociale instellingen, bij scholen. En dus ik denk dat we langzaam maar zeker de problemen beginnen op te lossen. Het zijn veel, het zijn grote vraagstukken, maar ja, daar zijn we voor. Minister Sommaharjo brengt wekelijks bezoeken aan verschillende afdelingen van zijn ministerie om met het personeel te praten.